Welkom bij Nieuws Nou, de radio-uitzending. Mijn naam is Bjarne Jonkers. En ik ben Femke Peters. Vandaag spreken we met studenten over hun studieschuld. Krijg je 5 tips over stress en spelen we natuurlijk onze vaste quiz met Sietse en Chris. Maar nu eerst het nieuws van woensdag 2 uur. Ik ben Sarah Luurse en dit is het nieuws van 2 uur. Er zijn nieuwe plannen in het onderwijs. De Tweede Kamer discussieert vanmiddag over een herindeling van de vakken rekenen en Nederlandse taal. Dit doen ze op basis en voortgezet onderwijs. Volgens Marielle Paal, staatssecretaris van het onderwijs, zijn de huidige doelen onduidelijk. Meer focus op onder andere Nederlandse literatuur, creatief taalgebruik en handschrift moeten volgens Paal zorgen voor stijgende onderwijsprestaties. 14 bevrijdingfestivals kampen met geldproblemen, waaronder ook Bevrijdingfestival Friesland. Voorgaande jaren kon het gratis festival een bijdrage van 1 miljoen euro verwachten vanuit de overheid. Maar dit jaar valt deze bijdrage weg. Voorzitter De Vries maakt zich niet al te veel zorgen. De geldproblemen zullen wel kunnen zorgen voor een kleinere line-up. Amnesty eist verbod op gezichtsherkenning bij demonstraties. Deze technologie wordt door de politie ingezet om overtredingen tijdens demonstraties te bestraffen. Volgens Amnesty zijn de regels van deze technologie verouderd en worden demonstraties nu de demonstranten ongerecht gecriminaliseerd. Op verzoek van reizigers komt de buslijn tussen Emmen en Hoogeveen weer terug. In 2012 werd deze lijn uit de dienstregeling gehaald vanwege te weinig vraag. De alternatieve route werd echter zeer druk. OV-bureau Groningen en Drenthe hebben besloten deze lijn weer opnieuw in te voeren. Vooral studenten en ondernemers zullen baat hebben bij deze lijn. Zij zullen echter nog wel even geduld moeten hebben. Vanaf juli 2025 rijden de eerste bussen weer tussen Emmen en Hoogeveen. En dan het weer. De zon breekt de komende uren op, steeds meer plaatsen door. Vanmiddag is het vrij zonnig met hooguit wat sluierwolken. De temperatuur stijgt van 18 graden in het noorden naar 20 tot 22 graden in het midden en zuiden van het land. Er is op dit moment 3 kilometer file gemeld tussen Heerenveen en de Afsluitdijk. U bent 3 minuten langer onderweg. Dit was het nieuws van 2 uur. Sterre, bedankt. Je studiejaren zijn een periode van vrijheid, ontdekking en groei. De studietijd moet de mooiste tijd van je leven zijn. Hoewel dit voor studenten wel steeds moeilijker gemaakt wordt, door de veranderingen die het nieuwe kabinet doorvoert, ontstaat er een teleurstelling. En daarom gaan de studenten er wat tegen doen. Aankomende vrijdag protesteert de Landelijke Studentenvakbond in Den Haag tegen de verlaagde basisbeurs en de langstudeerboete. Abdelkader Krabatje, voorzitter van de Landelijke Studentenbond, legt uit waarom het protest nodig is. Wat we eigenlijk zien is dat studenten er jaar op jaar achteruit op gaan. Vooral ook in de koopkracht. We zien dat huizen duurder worden, collegegeld wordt duurder. Maar die basisbeurs, die blijft steeds structureel laag. En nu wordt er zelfs een langstudeerboete ingevoerd. Doordat de koopkrachtcompensatie is vervallen, valt er een derde van de basisbeurs weg. Dat terwijl de studenten met de grootste huurstijging in 30 jaar hebben te maken en er nog altijd sprake is van inflatie. Uitwonende studenten kregen vorig jaar een koopkrachtcompensatie van 160 euro bovenop het normale tarief van 300 euro. Die maatregel is nu vervallen, terwijl collegegelden met 10% omhoog gingen en er een boete van 3000 euro is bijgekomen voor studenten die een jaar te lang over hun studie doen. Abdelkader Krabatje legt uit hoe het protest eruit gaat zien. Dan gaan we eigenlijk met hun in gesprek over hoe slecht het nou voor is met studenten en waarom ze voor hun eigen recht moeten opkomen. Dat doen we met een podium, dat doen we met leuke sprekers, met wat muziek. En vervolgens doen we ook een mars langs de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs. Om ook daar voor hun zichtbaar te laten zien dat studenten echt boos zijn. Het protest vindt aankomende vrijdag plaats in Den Haag. Die arme studenten toch. Bjarne, wat vind jij daar eigenlijk van die langstudeerboete die in 2026 ingaat? Want wij hebben daar natuurlijk binnenkort ook mee te maken als student zijnde. Ja, ik vind het best vervelend, aangezien dit heel veel invloed heeft op studenten. Want zij krijgen nu nog meer studiedruk en dit levert allemaal stress op. Nou, dat snap ik helemaal volkomen. Ik ben het helemaal met je eens. Misschien kunnen wij vrijdag ook wel deelnemen met dat protest. Ja, dat vind ik zo'n slecht idee nog niet eigenlijk. Nou, jullie horen het. Wij zijn aankomende vrijdag ook aanwezig. We vroegen op de campus van Windesheim naar de studieschuld van de studenten. Ja, nu iets van 8.500. Daar kijk ik zelf ook niet naar, want dat geeft me een naar gevoel. Nou, de verlaagde basisbus word ik niet vrolijk van. Nou, ik begon dus eerst in het eerste jaar met leenstelsel, dus toen was ik van shit. Maar nu was dus vorig jaar de basisbeurs 450 per maand. En nu is het iets lager, dus wel kut, maar ik ben even goed blij dat er nu nog basisbeurs is. Dus ja, ik maak me, maar het blijft altijd een beetje achtervolgen, die studieschuld. Maar ik maak me niet super veel zorgen, want ik denk dat er meer mensen zijn die ergere schuld hebben, dus ja. Ja, jammer, maar dat wist je van tevoren. Dus dat moet je gewoon accepteren.
Ik zit nu in het derde jaar van mijn opleiding. Dus ik heb het eerste jaar toen leenstelsel was 1 jaar maximaal geleend. Dus vandaar de 8.500. Maar daar kan ik nu nog steeds van rondkomen. Dus, maar ik heb dat nog niet helemaal opgemaakt. Reizigers, opgelet. Eind dit jaar zal het een en ander veranderen bij de Friese buslijnen. Op de Friese wegen rijden straks geen zeeblauwe Arriva-bussen meer, maar banaankleurige Q-bussen. Q-bus neemt vanaf halverwege december dit jaar de Friese buslijnen over van Arriva. In het vervoersplan dat Q-bus met de reizigersorganisatie Rokof Friesland heeft gedeeld, staat dat er een aantal routes worden uitgebreid zodat het busbereik in Friesland groter wordt. Ook zal het aantal ritten weer toenemen, aldus de voorzitter van Rokof Friesland, Willem Roos. En dan doen ze bijvoorbeeld door 's ochtends eerder te rijden, door 's avonds langer door te rijden, juist op het platteland. En op drukke momenten vaker te rijden, van 1 keer per uur naar 2 keer per uur, of van 2 keer per uur naar 3 of 4 keer per uur. De Vlinderlijn, die onder Arriva mensen met een beperking in de binnenstad van Leeuwarden bracht, zal waarschijnlijk worden afgeschaft. Daar hebben wij ons advies ook een opmerking over gemaakt, dat we dat een slechte zaak vinden. Volgens meneer Roos zal de overdracht verder zo geruisloos mogelijk moeten gaan. Hij hoopt dat de uitbreidingsplannen van Q-bus zullen leiden tot meer gebruik van het openbaar vervoer. Dit jaar bracht hij zijn debuut-EP Dead End of a Dream uit en 8 november treedt hij op in de Melkweg in Amsterdam. Hier is Misha met zijn nummer Little Man. She said, pull yourself together. You haven't ridden in a month. It's like you're always in your bedroom, hopeless, sleeping off the dreams you used to want. She said, oh my boy, I wanna see my child again. I miss my little man, I miss his light. The shadows in your room are ready to attack. And I'm terrified you're gonna lose the fight. She said, why did you become the person that you always hated? Why did you paint yourself 1,000 different faces and never were your own? She said, you, it's like you're trying everything to wrap yourself in nothing. Now I'm out here knocking on your door looking for something. I wanna understand what's wrong, my little man. It's not gonna last forever, but it'll last until it ends. I know you wanna see me better, whatever it takes, but it's out of your hands. She said, oh my boy, I wanna see my child again. Don't see my little man, where did he go? I'll do anything I can, yeah, I look everywhere. Ain't nothing I won't do to bring him home. Oh, why did you become the person that you always hated? Why did you paint yourself 1,000 different faces and never wear your own? She said, you, it's like you're trying everything to wrap yourself in nothing. Now I'm out here knocking on your door looking for something. I wanna understand what's wrong, my little man. Oh, what's wrong, my little man? I miss you and me together. Haven't seen you in a month. And I love you too forever. Remember, you will always be my little one. Tickets zijn nog steeds te koop, dus wees er snel bij. Tenminste, als je er geld voor hebt. Want uit het volgende nieuwsitem blijkt dat er nog steeds armoede in Nederland is. Deze week is het de Week tegen Armoede. De dag van het verzet tegen armoede. Morgen op 17 oktober zal er extra aandacht zijn voor mensen met geldnood. Volgens het Armoedefonds hebben nog steeds veel mensen in Nederland moeite om rond te komen. De effecten van economische onzekerheid, stijgende prijzen en sociale ongelijkheid verergeren de situatie.
Het is belangrijk dat we blijven strijden voor veranderingen en solidariteit tonen met degenen die het moeilijk hebben. Stelt Kiki Steenbakkers van het Armoedefonds. Wat ook wel belangrijk is om te benoemen is dat wij ook zien dat het niet alleen maar mensen bij de hulporganisaties zich aanmelden of hulp nodig hebben die onder de armoedegrens leven, maar dat er ook steeds meer werkende armoede is. Dus ook steeds meer mensen die boven de armoedegrens leven en eigenlijk niet in aanmerking komen voor sommige soorten hulp, maar die toch dus bij de voedselbank komen voor eten of bij een kledingbank om tweedehands kleding te kopen, omdat ze het eigenlijk gewoon bijna niet kunnen betalen. Hulporganisaties en lokale initiatieven doen hun best om ondersteuning te bieden. Deze hele week zal er aandacht zijn voor dit onderwerp door middel van workshops, informatiemarkten en bijeenkomsten. Bjarne, leuk weetje. Vorige week was het de week van de kinderboekenweek. Oh, dat vond ik vroeger altijd zo'n leuk, al die verhalen. Mijn favoriete boek was Rupsje Nooit Genoeg. Met die dikke rups. Die van jou, die toen een vlinder werd. Wat was die van jou? Oh ja, ik vond die Rupsje Nooit Genoeg vond ik ook altijd zo leuk. Zo geweldig om te lezen. Ik kreeg dan altijd automatisch honger als ik die rups zag eten. Mijn favoriete kinderboek was denk ik toch wel De Mooiste Vis van de Zee. Die had dan altijd van die hele mooie schubjes die je dan kon voelen en aanraken. Hè? Beetje een stoffig vinnetje had hij dan. Ja, dat vond ik echt leuk. Deze oktober heeft de Kinderboekenweek plaatsgevonden met het thema Lekker Eigenwijs. Christa Visser vertelt wat de bibliotheek in Leeuwarden met het onderwerp heeft gedaan. Wij organiseren in de bibliotheek en daarbuiten activiteiten voor jeugd. Wij hebben bijvoorbeeld in Leeuwarden gisteren een voorstelling gehad van een illusionist. En de week daarvoor was er een Lego-workshop. En we hebben nog een workshop voor kinderen, cadeautjes inpakken. Kinderen in Nederland lezen telkens minder. Het stimuleren van lezen is daarom erg belangrijk. De Kinderboekenweek helpt hiermee. Kinderboekenschrijvers komen naar onze verschillende bibliotheekvestigingen. En daar komen dan de groepen 7 en 8 naartoe, kinderen. En die mogen dan vragen stellen. En die hebben dan eigenlijk een soort meet and greet met een kinderboekenschrijver. Bibliotheken stimuleren het lezen bij kinderen ook buiten een kinderboekenweek om. Zo maken ze het lezen bijvoorbeeld gratis voor kinderen of geven ze advies op middelbare scholen. Kinderen die kunnen altijd bij ons binnenlopen. Ze zijn ook gratis lid van de BIEB tot hun 18e. We hebben leesconsulenten in dienst. En die zijn op de scholen actief. Die dus eigenlijk de bibliotheek verantwoorden, zeg maar, namens ons op de scholen zijn. En die geven de juffen en meesters geven ze adviezen en geven ze speciale lessen ter leesbevordering. Dus ook op die manier is de bibliotheek aanwezig. Dit jaar was de 70ste editie van de Kinderboekenweek. Volgend jaar is het de 71ste editie met een nieuw thema en een nieuw Kinderboekenweekgeschenk. Heel leuk die boeken, maar als het aan het nieuwe kabinet ligt, zullen de prijzen ervan een stuk omhoog gaan. Schrijver Kluun en verschillende boekenorganisaties gaan in gesprek met de leden van de Tweede Kamer over de voorgenomen btw-verhogingen. Zij denken dat de btw-verhoging een groot gevolg heeft op niet alleen de boekensector, maar ook de hele samenleving. De voorgenomen btw-verhoging gaat volgens Europese boekverkopers en uitgeversbonden een ontwrichtend effect hebben op het verkoop van boeken. Het wordt verwacht dat 4 miljoen minder boeken worden verkocht als de btw-verhoging ingezet wordt. Maar ook zorgt dit voor veel baanverlies. Het wordt ook verwacht dat ongeveer 150.000 abonnees van de bibliotheek weggaan. Job-Jan Altena van CNBP vertelt hier meer over. Een boekwinkel in een winkelstraat zorgt ervoor dat alle MKB een hogere omzet heeft. Omdat een boekwinkel een culturele onderneming is en daarmee een trekpleister voor winkelend publiek. Volgens het CNBP gaat het vooral de lage opgeleide treffen. Het wordt lastig voor deze kinderen om beter te presteren op school, omdat ze geen kennis meer kunnen halen uit boeken. Dus de kans om verder te groeien wordt kleiner. En problemen zoals laaggeletterdheid worden ook erger. Nou Femke, ik ben eigenlijk wel klaar met dat negatieve nieuws. Dat snap ik Bjarne. En daarom heb ik geweldig nieuws voor jou. Het is nu tijd voor de quiz met onze beste vrienden Sietse en Chris. Eindelijk. Sietse en Chris, ze hebben geen plan. Quizzen op de radio zoals niemand dat kan.
Welkom allemaal, ik ben Chris. En ik ben Sietse. En vandaag spelen we het spel Vraag Terug. Eén iemand van ons stelt zo vragen waarop de ander antwoord moet geven op de vragen voor. Dus ik vraag bijvoorbeeld aan Sietse, welke dag is het vandaag? En daarna, wanneer is Prinsjesdag? Dan is jouw antwoord, Sietse... Woensdag? Juist ja, goed zo. Het klinkt moeilijker dan het is. Sietse, ben je er klaar voor? Tuurlijk, kom maar op. Oké, start de tijd. Welk restaurant heeft 3 sterren gekregen van Michelin? Volgende. Waar stoppen mensen in oktober mee? De Libreien. Wie is nu secretaris-generaal van de NAVO? Roken. Van welke minister komt de uitspraak ik ben beleid? Mark Rutte. Welke Chinese stad wordt als oorsprong gezien van het coronavirus? Pas. Wat is de meest gesproken taal ter wereld? Pas. Welke rivier stroomt door Amsterdam? Engels. In Limburg kan men geen drinkwater drinken. Waarom niet? Amstel. Van welk soort fruit heb je jazz, fuji en kansi? Door vervuild water. Welk land schonk het vrijheidsbeeld aan de VS? Pas. Waar staat de afkorting WWW voor? Frankrijk. Vijf goed. Oké, dan gaan we nu door met jou, Chris. Vraag 1. Ben benieuwd. Hoeveel dagen heeft de maand januari? Volgende. Wat is de hoofdstad van Nederland? 31. Waar is het gras spreekwoordelijk altijd groener? Amsterdam. Welke Nederlandse koning volgde in 2013 zijn moeder op? Bij de buren. Wat is de hoogste berg ter wereld? Koning Willem-Alexander. Wat is de hoofdstad van Australië? Himalaya-gebergte. Bij welke sport hoorden de woorden strijk en spare? Pas. Vraag 7 dan. In welke plaats woont Jan Smit? Bolen. Vraag 8. In welke provincie ligt Groningen? Volendam. En vraag 10. Welke Nederlandse zanger heeft 2 talen in zijn naam? Groningen. Dat is goed. Nou, dan kunnen we wel een duidelijke winnaar aantekenen, denk ik. Dat dacht ik ook, ja. De winnaar is Chris Bruinsma. Yes, super. Gefeliciteerd. Bedankt. Sietse en Chris, ze hebben geen plan. Missen op de radio zoals niemand dat kan. Wij gaan door naar de koning. Willem-Alexander is vandaag namelijk in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Koning Willem-Alexander komt op woensdag 16 oktober naar Leeuwarden voor een werkbezoek. Dit bezoek staat in het teken van de Friese taal en cultuur. Inge Heslinga vertelt namens de Friese Academie wat de koning precies komt doen tijdens dit bezoek. Hij komt eerst op visite bij de Friese Academie. Daar gaat hij in gesprek met wetenschappers over Friese taal, Friese cultuur, Friese geschiedenis. Vervolgens maakt hij een oversteek naar de andere kant van de straat, naar Tresor. Tresor focust zich vooral op de geschiedenis van de Friese taal en cultuur en dus zal het bezoek hieraan in het teken staan van de geschiedenis van Friesland. In boekhandel Afouk zal er dus ook een rondleiding plaatsvinden en zal er een toelichting zijn over de Friese boeken. Wat het doel nou precies is van dit bezoek, legt Inge Heslinga uit. Het gaat volgens haar vooral om een stukje erkenning van de koning. Dat hij laat zien dat hij betrokken is, dat hij het belangrijk vindt dat er ruimte is voor de Friese taal. De Friese Academie is een onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de Friese taal en cultuur. De 3 instituten die bezocht zullen worden door de koning werken goed met elkaar samen om te zorgen dat er niet te veel overlap is. Ja, nee, dus we weten ongeveer wat er gaat plaatsvinden bij de collega's. En ik denk dat we gewoon in zijn totaliteit een heel mooi palet aan onderwerpen kunnen laten zien aan de koning. Zowel de Friese Academie als Tresor en Afouk kijken alle 3 uit naar het bezoek van de koning. Klopt, ja. Nou, het is natuurlijk heel bijzonder. We zijn heel erg vereerd dat de koning naar de Friese Academie komt. Mm. En bereiden zich hier dus ook goed op voor. Dus we zijn nu druk bezig om allereerst natuurlijk een mooi programma samen te stellen. Om samen met onze wetenschappers in gesprek te gaan van hey, wat kunnen we nou vertellen? Wat willen we nou heel graag even uitlichten? Wat vinden we nou belangrijk om te laten zien wat we doen? En verder ook vooral zijn we heel praktisch bezig. Dus opruimen, schoonmaken, huisdozen die nog onder een kapstok staan, verstoppen achter een muurtje, dat soort zaken. Hoe het bezoek van de koning precies gaat verlopen, wordt later meer over bekend.
Bjarne, heb jij deze zomer toevallig nog een leuk festivaletje bezocht? Nee, het afgelopen jaar niet helaas. Ik zou wel nog graag een keer naar Sci-Fi willen, maar dat wordt dus steeds afgelast. Oh, nou, dat is wel heel jammer. Misschien kan het binnenkort weer. De gemeente Leeuwarden wil namelijk de bestemmingsplannen aanpassen. Theo van Gelder, oprichter van Stichting Groen is Teer Duurzaam, heeft fel gereageerd op het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden dat de weg zou kunnen vrijmaken voor festivals in het natuurgebied de Groene Ster. Nou, we vinden het in ieder geval als omwonenden en als Stichting Groene Ster Duurzaam enorm vervelend en verdrietig dat de gemeente dat doet. En waarom de gemeente zoiets doet, ja, ze willen graag festivals hier naartoe halen. Maar ja, dat zie je, het terrein is eigenlijk niet geschikt voor festivals. Hij is ervan overtuigd dat de kwetsbare veengrond in het natuurgebied, die extra gevoelig is voor schade, opnieuw zal lijden onder het zware materieel en de duizenden festivalgangers. De festivals Sci-Fi, Promised Land en Welcome to the Village werden jarenlang succesvol georganiseerd in de Groene Ster. Tot in 2015 de natuur schade opliep na een druk bezochte editie van Sci-Fi. Van Gelder spande vervolgens een rechtszaak aan tegen de organisatie en sindsdien zijn de festivals verdwenen uit de gemeente Leeuwarden. Maar sinds afgelopen week lijkt er weer hoop voor de nog rouwende festivalgangers. De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat volgens hen alle mogelijke hinders zou beperken. Zo zouden er maatregelen worden genomen zoals het plaatsen van geluidsdichte tenten, het eerder sluiten van delen van het terrein en het gebruik van houten planken als ondervloer om schade aan de bodem te minimaliseren. Van Gelder blijft echter sceptisch en noemt het plan om terug te keren in de Groene Ster nutteloos. Het grootste deel van de gemeente Leeuwarden ligt op zand en klei. Daar kun je van alles op doen, maar de veengrond, als je daar met zoveel zwaar materiaal en feestgangers doorheen gaat, dat klinkt in, dat zakt in en dan kun je er niks meer mee. De gemeente zelf is optimistisch. De uiteindelijke beslissing ligt nu bij de Raad van State. Die zal binnen 2 weken uitspraken doen over de vraag of het nieuwe bestemmingsplan geaccepteerd wordt. Een definitieve uitspraak over de festivals volgt echter pas in 2026. Bjarne, ik ben zo even benieuwd. Wat doe jij zo nu en al om te ontspannen? Om te ontspannen? Ik kijk graag een serie of een film en dat doe ik dan met een theetje. Oeh, lekker. Mocht je nou niet weten hoe je tot rust kan komen, dan heeft Nina een paar hele goede tips voor jou tegen de stress. De tips van Nina, ja, die wil je horen. Ze maakt je dag alsof je bent erboren. Houd je vast, want daar gaat ze heen. Met zingen, trucs en gouden woorden keer op keer op keer. Ja, zeker heb ik dat. Nou, we herkennen het vast allemaal wel. Je hebt eindelijk je portfolio ingeleverd waar je dagen in de stress over zat. Helaas voel je nog wel de spanning van die deadline. Hoe kom je hier vanaf? Met deze 5 tips kom jij een stapje dichter bij ontspanning. Tip 1. Neem een lange, warme douche. Zo spoel je gelijk de stress van je af. Tip 2. Doe je oortjes in, zet je favoriete muziek of een rustgevende playlist op en neem een wandeling in de natuur. Tip 3. Kruip in bed of plof op de bank en zet je favoriete serie aan. Probeer dan eens een hele aflevering te kijken zonder je telefoon te pakken. Tip 4. Ga iets leuks doen met iemand waar je van houdt. Pak samen een taart, voer een diep gesprek of geef elkaar simpelweg een knuffel. Zo vergeet je gelijk dat je überhaupt stress had. En tot slot tip 5. Gebruik je studenten-OV een keer niet om naar school te gaan en ga op een dagtripje naar een nieuwe stad. Geef hierbij niet meteen al je geld uit. Dit zorgt namelijk voor nog meer stress. Hopelijk heb je deze tips een beetje geholpen. En stel, je hebt alles geprobeerd en je komt maar niet van het gevoel af, onthoud dat het woensdag is. Breek de week. Het is bijna weekend. De tips van Nina, ja, die wil je horen. Ze maakt je dag alsof je bent erboren. Houd je vast, want daar gaat ze heen. Met zingen, trucs en gouden woorden keer op keer op keer. Dankjewel Nina en Femke. Heb je wat aan deze tips? Nou, op zich wel. Ik ga ze thuis zeker uitvoeren als dit eenmaal nodig is. Maar dat kan voor mij eigenlijk niet zonder een glaasje wijn. Die is wel nodig, wat mij betreft. Nou ja, dat is mijn gouden tip eigenlijk tijdens de stress. Dus zeker aan te raden als je boven de 18 bent. Oké, nou, van ontspanning gaan we over naar inspanning. Femke, wat was voor jou het moment van de Olympische Spelen? Dat was natuurlijk Hassan op de marathon. En voor jou? Het moment van Worthy de Jong. Misschien is de Jong ook wel een oorzaak voor de groei van het ledenaantal in de basketbal. Voor het eerst in 13 jaar krijgen Nederlanders de kans om in de NBA uit te komen. Volgens Maarten Hoffer, algemeen directeur van de Nederlandse Basketbalbond, heeft dit te maken met de groei van de populariteit van het Nederlandse basketbal. In de afgelopen 3 jaar is dat wij als sport
en als bond heel hard aan het groeien zijn in ledenaantallen. Die groei heeft eigenlijk belangrijke redenen. Eén is, kijk, als sport wil je graag zichtbaar zijn. Basketbal is een binnensport, als je bij een vereniging sport in ieder geval. Overleg met verenigingen toen gezegd, ga nou lekker trainen in de buitenlucht, want dan kun je weer basketballen. En er zijn genoeg pleintjes in de buurt waar je kunt basketballen. En door op die pleintjes te gaan trainen en te gaan spelen, ben je in één keer vanuit die onzichtbare hal, die dicht is met vier muren en een dak, ben je in de open buitenlucht zichtbaar. Door het toenemende aantal leden neemt het niveau van het Nederlandse basketbal toe en krijgen Nederlanders de kans in de NBA. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat hoe breder de breedte is, hoe sterker de top kan zijn. Als je meer jongens en meisjes hebt die in de breedte met elkaar spelen en tegen elkaar basketballen, hoe groter de competitie en de kans op talent dat eruit komt. Dus met vier Nederlanders die allemaal jonge jongens, tussen de 20 en 23 jaar, die in één keer een kans hebben gekregen bij een NBA-team. We hebben lang niet gehad, die talenten. Met de opkomst van de Nederlandse talenten gaan we een nieuw tijdperk tegemoet in het Nederlandse basketbal. Dan gaan we nu van basketbal naar het voetbal. Want het Nederlandse elftal verloor maandag kansloos van Duitsland. Gelukkig gaat het bij Jong Oranje stukken beter. Jong Oranje heeft maandagavond de laatste wedstrijd van de EK-kwalificaties gespeeld tegen Jong Zweden in het Goffertstadion in Nijmegen. Jong Oranje had zich vorige maand al verzekerd van een startbewijs voor het EK van volgend jaar in Slowakije. Maar voor de Nederlandse belofte van Oranje was dat geen reden om niet vol gas te gaan tegen Zweden. De wedstrijd werd met een overtuigende 3-0 gewonnen. Het kwam nog niet eerder voor dat Jong Oranje alle wedstrijden in de kwalificatiereeks van het EK won. Het is sowieso vrij zeldzaam, pas 3 landen deden dat eerder. Een betere aanloop naar het EK was dus niet mogelijk. De spelersgroep kijkt met goede moed en veel zin uit naar het EK. We blikken vooruit met Bram Groot, woordvoerder van Jong Oranje. Het is natuurlijk altijd bijzonder om een eindtoernooi te spelen. Voor veel van deze jongens had het ook de eerste keer zijn dat ze een EK gaan spelen. Er zijn wel een aantal jongens die wel een keer in een ander jeugdteam een EK of WK hebben meegemaakt. Maar voor het grootste deel zal het toch voor de meeste jongens altijd echt nieuw zijn. En de eerste keer dat het echt in een zomer een groot toernooi is waar ook echt best wel veel mensen naar gaan kijken. Dat is echt iets voor heel veel spelers om echt naar uit te kijken. De toekomst ziet er dus rooskleurig uit. Clubliefde bestaat ook nog, want deze Cambuur-fan heeft gedaan is wel heel bijzonder. 260 kilometer heen naar Venlo en dat dan ook weer terug. Oene koopt Tijdsma uit Buitenpost weet er alles van. Hij ging afgelopen weekend op zijn racefiets deze tocht afleggen om SC Cambuur tegen VVV Venlo aan te moedigen. De reden van deze tocht is gewoon omdat het kan. En ik heb wat spullen gekregen voor mijn verjaardag een paar maanden geleden voor bikepacking, zullen we dat dan noemen. En die moest ik nog een keer uitproberen. Hij was heenwegwind mee, terugwegwind mee, droog weer, wat meer nog meer. Aan deze tocht koppelde hij een inzamelingsactie voor Cambuur Verbind. Zij zetten zich in om maatschappelijke activiteiten te organiseren omtrent Cambuur. Met deze inzamelingsactie is €1000 opgehaald. Het is een leuke bekomstigheid. Niet specifiek dat ik zeg van ik ga voor die stichting doen. Maar dat in combinatie met Cambuur is dat een perfecte doel, zeg ik dan. De terugreis verliep volgens Oene moeizamer dan de heenreis. Ja, de tweede keer is altijd moeilijker. Want de eerste dag heb je hem alleen energie van een week ervoor. Maar dan heb je op vrijdag verbrand je veel energie. En dan moet je zaterdag moet je nooit een keer zo'nzelfde stukje rijden. Die doet meestal wat zeer. Cambuur zelf won de wedstrijd tegen Venlo met 0-1. Dames en heren, onze tijd zit er alweer bijna op. Jammer zeg. Wat vonden we het leuk met alle gasten weer. Ontzettend bedankt iedereen voor het luisteren. We gaan er nog uit met de band Dime en hun nummer Sunshine. Sunshine, orange liquid.